Goedenavond en hartelijk welkom op deze avond over het Anthropoceen. Vanavond starten we met een serie lezingen die onder de naam gaan wakker worden in het Anthropoceen. En vanavond is het De Wekker Gaat. De avond is georganiseerd door de stichting Landtong Nieuwe Meer in nauwe samenwerking met Pakhuis De Zwijger. En hieraan vooraf ging een advies dat Dirk Simons en Elsbeth Pluimers, kunstenares hier aanwezig, Erik Hobijn, hebben we nog niet gezien, en Helene Bergmans en ik hebben opgesteld in opdracht van de gemeente Amsterdam over cultuur in het Groot Amsterdamse Bos. En het advies dat draagt als titel Het Anthropocene Bos. Een park is altijd de uitdrukking van een bepaalde tijd, van een levenswijze, van een fase van de cultuur. Dat was bij de Acropolis zo, dat was bij de Moorse paleizen zo, bij de Franse tuinen en bij het Vondelpark, dat hier aangelegd is door de industriële elite. Het Amsterdamse Bos natuurlijk, het park wat aangelegd is voor en door de arbeiders in de crisis. En zo zal het ook gaan in het Groot Amsterdamse Bos dat nu op de rol staat. Wat kenmerkt dan deze tijd? Dat was onze vraag. Wat typeert de stand van de beschaving van de mensheid? En ons antwoord is het Anthropoceen. Nou bent u hier waarschijnlijk gekomen om erachter te komen wat dat betekent. Maar ik wou toch een paar van u vragen om eens te zeggen wat komt er bij u op als ik het woord gebruik? Anthropoceen. Waar denkt u aan? Ik denk dan aan de mens momenteel, ja, zoals die leeft op deze wereld en deze stad. De mens. En wie wil daar nog iets aan toevoegen? U misschien? Ik weet dat het huidige tijdvak is. Na het Pleistocene, het Holocene, nu het Anthropocene. En dan vergeet ik nog het Eocene, het Miocene, het Paleocene. En wat maakt het verschil? Het verschil maakt dat de mens een duidelijke factor is in het Anthropoceen. Met een beetje Latijn kom je er ook. En gaat het goed daarmee, denkt u? Ik denk dat er een bijzonder grote invloed is van de mens op dit moment op de wereld. Dus wat dat betreft maak ik me wel zorgen. U maakt zich zorgen. We gaan hierop door. Die vier lezingen gaan telkens op een andere manier in, op het Anthropoceen. Maar wat het betekent, willen we vanavond proberen een eerste antwoord op te formuleren. En dat wordt dan in de volgende bijeenkomst natuurlijk verder uitgebouwd. En er zullen een hoop prominente sprekers in de komende lezingen gaan optreden. Maar de kern van de zaak is dat wij het historische moment bespreken waarop de mens is uitgegroeid tot een geologische kracht. En de kernvraag is vanavond, hoe is het zo gekomen? En wat zijn de gevolgen voor ons zelfbeeld als mens? En wat zijn de politiek-filosofische implicaties hiervan? Dirk Simons krijgt straks als eerste het woord. Hij is emeritus hoogleraar landschapsarchitectuur en hij opent vanavond, neemt ons mee naar de vraag welke verstrekkende gevolgen deze constatering heeft voor de wijze waarop mens en aarde met elkaar omgaan. Want de aarde zit ook niet stil natuurlijk. Wij zijn niet het enige soort die de eer te beurt valt om een geologische kracht te zijn. Dat hebben een aantal wezens voor ons ook al eens gedaan. De eencellige, de tweecellige, de bacteriën, schelpdieren, zeeslakken zijn ons daarin voorgegaan en hebben van de aarde een levende planeet gemaakt. Jos van den Broek zal in zijn presentatie daar verder op ingaan. Jos van den Broek is emeritus hoogleraar geologie aan de Leidse Universiteit. Wetenschapscommunicatie. En Lisa Doeland, hiervoor aan filosoof, werkzaam in de Universiteit van Nijmegen, zal haar licht laten schijnen over de filosofische aspecten van deze constatering. En de vraag ook beantwoorden, is dit nou een onheilstijding
Veel mensen denken dat. Hè? Een apocalyptisch woord is het antropoceen. We hebben nu de aarde in handen. Misschien laten we hem wel vallen. En wat dan? En de apocalyps kennen we natuurlijk ook uit het scheppingsverhaal. Is het een wetenschappelijke nachtmerrie in zijn terugkeer op aarde? Of is het juist een hoopvolle gedachte? Even over de orde. Elk van de sprekers heeft 30 minuten de tijd. En dat is het ook. En dat is ook wat wij aankunnen ongeveer, dus daarom houden we ons er ook aan. Er is niet zo heel veel tijd voor discussie vanavond. Dit gaat 3 keer gebeuren. En daartussendoor zal ik even een verduidelijking vragen aan de sprekers of op een punt ingaan. Iemand of 2 mensen uit de zaal mogen ook even erop ingaan en dan gaan we weer verder. Wel wil ik u vast uitnodigen voor alle volgende bijeenkomsten, want we gaan hier uitvoerig op door. Dus als u dingen hierover wil zeggen, mee wil praten erover, dan heeft u daarvoor in de komende avonden zeker ook nog alle kans. En de eerstvolgende zal plaatsvinden op 22 januari. En die gaat over de globale risico's. Met onder andere Henk Ovink, veelal bekend als onze wateragent. Die het veel heeft ook over de enorme effecten die dit heeft op het water en de gevolgen daarvan en de risico's daarvan. Ingrid Boas en Jelle Reumer. En, nou ja, iedereen kent Jelle Reumer, neem ik aan, dus daar hoef ik verder niet veel op toe te lichten. Ik geef het woord om te beginnen aan Dirk Simons. Dankjewel, Jeroen. Ik ga aan deze kant staan, hebben mensen aan deze kant ook even wat. Ik heet u allen ook hartelijk welkom en ik mag het aftrappen. En wat ik ga proberen met u vanavond is een soort poging te doen te navigeren door dat antropoceen. Ik ga het dus niet alleen uitleggen, maar ook kijken hoe we door die verwarrende tijd ons heen kunnen helpen. En ik probeer te transporteren. Jan, ik probeer te transporteren. Jan, misschien heb ik de verkeerde. Daar is hij, dankjewel. Betekent dat je iedere keer op een knopje moet drukken? Want dan moet je er maar bij blijven staan, want het gaat enorm veel gebeuren. Want ik sta er onbekend enorm veel te transporteren. Anders ga ik daar wel met de... Staat hij daarop, op die computer? Nou, ik kan hier alvast natuurlijk het nodige over vertellen. Want wat ik zeg maar als eerste mijzelf in herinnering riep toen ik uitgenodigd werd en mezelf uitnodigde om hier vanavond te spreken, was een boek uit 1955, Man's Role in Changing the Face of the Earth. En dat is een verslag, een enorm kloek boek. Ik denk dat het wel 1000 pagina's heeft, waarin een wereldcongres, mensen die uit 60 landen met ouderwetse vliegmachines naar Princeton gekomen waren, waaronder Louis Mumford, maar ook theologen als Teilhard de Chardin en zo, schoven aan om iets met elkaar te delen over hoe de mens, zeg maar, langzamerhand het aangezicht van de aarde aan het veranderen was. En het boek, ik heb het in de jaren 70 gelezen, tweedehands te pakken gekregen, waar je eindeloos in door kan bladeren. Geweldige studies zoals deze, hoe zeg maar het jaar 900 de woudkoffer van Centraal-Europa eruit zag en 1000 jaar later in 900. Maar gek genoeg, als je naar de inhoudsopgave van dit boek kijkt, dan zie je ook direct dat eigenlijk alle milieuproblemen die we nu aankaarten ongeveer al aanwezig zijn. Kijk, die age of fossil fuels, the climate of towns, hè, dus al het stadsklimaat wat geproblematiseerd werd, of dat de mens zijn eigen plantengemeenschappen aan het scheppen waren. Als je je ogen laat gaan over deze inhoudsopgave, zie je al, ja, what's new? Dus wat is er nu aan de hand dat we ons in allerlei bochten wringen om het over zoiets als het antropoceen te hebben?
Is het niet weer een zoveelste vermomming door de milieubeweging aangedragen om hetzelfde verhaal met een nieuwe metafoor opnieuw onder de aandacht te brengen? Nou, er is wel wat veranderd. Ik denk dat vanaf de jaren 80, door de opkomst van de systeemecologie, er duidelijk werd dat niet alleen, zoals we altijd tegen elkaar zeggen, alles met alles te maken heeft, maar dat al die oorzaak-effectrelaties ook, nou ja, dat er aan gerekend kon worden, dat je daar systeemmodellen voor kon maken en dat je ook de menselijke economie zou kunnen koppelen met de ecologie van de wereld. Dit is een portret van de Verenigde Staten van Amerika rond 1980 van H.T. Odum, de grote pionier op het gebied van de systeemecologie. En je zou kunnen zeggen, in het verlengde daarvan en met de rugwind van big data is het bijvoorbeeld, zijn we in staat om dit soort beelden van onze levende planeet te maken. Dit is een jaar in het leven van de aarde, althans de koolstofuitwisseling, de CO2-opname, de CO2-uitstoot. U ziet hier de dagteller lopen. We zijn ons bewust van hoe dat globaal eruit ziet. En in combinatie met het idee dat we het landgebruik beïnvloed hebben, dat we de sedimentafvoer van vrijwel alle rivieren door het bouwen van stuwdammen hebben beïnvloed, dat we de biodiversiteit laten eroderen, natuurlijk het klimaat beïnvloeden en de geochemische cycli, dus de stikstofcyclus, de fosfaatcyclus van de planeet, maar ook zelfs daardoor de zuurgraad van de oceanen beïnvloeden. En dit eigenlijk bij elkaar, een accolade erachter, was voor onze landgenoot Paul Crutzen in 2002 de aanleiding om in een lezing te zeggen van nou, misschien dat we dat laatste stukje van het Holoceen zouden moeten uitsplitsen en dat we zouden moeten spreken van het tijdperk van de mens. En toen ik dat, ik niet in 2002, maar een aantal jaren later las, werd ik de volgende dag, nadat ik een niet doorwaakte nacht, maar ik had onrustig geslapen, werd ik wakker in het Antropoceen. Want het is een observatie die je eigenlijk op het moment dat je hem hoort, laat hij je niet meer los. Het is iets bizars. De geschiedenis van de menselijke soort die in elkaar vloeit met de geschiedenis van de planeet. Of in filosofische termen, het rijk van de noodzakelijkheid en het rijk van de vrije wil blijken veel meer met elkaar te maken te hebben dan we altijd dachten. Implicaties van de observatie van Crutzen leiden ook bijvoorbeeld tot een, ja, dat het bij de stratigrafische commissie van de Royal Geological Society neergelegd werd om te bestuderen of er nu werkelijk sprake zou mogen zijn van een antropoceen. Want geologie, daar komt nooit nieuws uit. Dat is een hele deftige, langzame wetenschap. Dus dat moet goed bestudeerd worden. En in de stratigrafische commissie tekenen zich eigenlijk drie scholen af. De eerste school is de school die zegt, je zou het antropoceen moeten laten starten eigenlijk met de out-of-Africa migratie van de menselijke soort, die op alle continenten eigenlijk de megafauna, de grote predatoren en de grote planteneters, door jachtdruk heeft doen uitsterven. En dat heeft zo'n invloed op de atmosfeer gehad. Je zou daar het Antropoceen moeten laten beginnen. Nou, kan je verhaal overhouden. Een pragmatische school heeft gezegd, laten we het Antropoceen starten op het moment dat er, zeg maar, het patent aan James Watt werd uitgegeven voor de stoommachine in 1784, want dat was immers de start van grootschalig gebruik van fossiele energie. De derde school, die overigens aan invloed aan het winnen is, die stelt voor, laten we het Antropoceen laten beginnen in 1945. Dat is, we hebben een geologische marker dan, want de waterstofbommen en de atoombommen en de atoomproeven,
Die detoneerde zorgen voor een marker van isotopen, radioactieve isotopen over de hele aarde, dat je kan zien, hier begint het antropoceen. Maar hun echte argument was en is, we zouden dan het antropoceen moeten laten beginnen, omdat dat zeg maar ook de start is van wat wel wordt aangeduid als de grote acceleratie. En dit is de grote acceleratie. De bijna exponentiële groei van de bevolking, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het ontginnen van tropische regenwouden, het gebruik van water. Nou, je ziet het allemaal. Alles gaat ongeveer door het plafond. Dus hun argument was, laten we in 1945 het antropoceen laten beginnen. Daar is veel voor te zeggen. Maar je kan je ook afvragen, waar kijken we hier nou eigenlijk naar? Wat zit er in deze grafiek? Je kan ook zeggen, dit is de vooruitgang. Hè, die prachtig grafisch in beeld is gebracht. Dit is vooruitgang. Of zijn dit oplosbare problemen? Hè, een bosje problemen die we gaan oplossen? Of is het zoals de Franse filosoof Bruno Latour veronderstelt, is dit de apocalyps? Dus we leven niet voor de apocalyps, niet na de apocalyps, dames en heren. Wij leven in de apocalyps. Lisa Doeland gaat daar zo meteen op in. In ieder geval, we zeggen even met elkaar, dit is wat ons betreft de start van het antropoceen. En ik neem slechts één van die lijnen uit die grafiek met u even door om even een gevoel voor de bal te krijgen hoe groot de aanspraak van het mensdom op de omgeving geworden is. En energie is daar een hele geschikte voor. Want in feite, als je ziet waar al die CO2 vandaan komt, hebben we niets anders gedaan dan in 500 jaar, als het fossiele tijdperk over, nou, wat is het, 50 of 100 jaar is afgelopen, hebben we in 500 jaar 300 miljoen jaar fossiele energie opgestookt met elkaar. En dat hebben we niet alleen gedaan door de steenkolen uit deze bossen, uit het carbon, maar dat hebben we in Nederland, moeten we ons realiseren, wij zijn op veenkracht de Gouden Eeuw ingestoomd. Dus dit zijn ook energielandschappen, maar dan Nederlandse energielandschappen. En bekijken we dat verhaal nu op planetair niveau, dan zou je kunnen zeggen van nou, kijken we naar de hoeveelheid energie die de zon ons dagelijks geeft, dan wordt dat uitgedrukt in zettajoules. En kijkt u eventjes met mij mee, een zettajoule is 10 met 21 nullen. Dus dat is een heleboel joules. Dat komt er dagelijks binnen. We krijgen nog een bonus van 1 zettajoule geothermische energie uit het binnenste der aarde. 0,1 zettajoule getijden energie uit het aarde-maansysteem van de getijden. En kijk eens, als menselijke economie gebruiken we maar ongeveer een halve zettajoule. Dus onze technische vrienden maken hier altijd uit op, jongens, er is energie zat. We zijn alleen nog niet goed in staat het te oogsten. Dat is eigenlijk het enige wat we moeten doen. Problem solved. Maar dat is nou precies de technocratische framing die ons in de problemen heeft gebracht, want we zien daarmee over het hoofd dat onze planeet, waar al miljarden jaren leven is, Jos van den Broek gaat daar zo meteen uitgebreid over vertellen, een perfecte manier gevonden heeft om die energie te gebruiken via dissipatieve structuren, grote zoals de tropische regenwouden, die ook de airco van onze planeet vormen. Dus de echte omdenking is dat we eens even gaan zien, die halve zettajoule die we gebruiken is dus 4 keer de totale getijdenenergie van onze aarde. Dus als je alle getijden van alle oceanen en zeeën in getijdencentrales in elektriciteit zou kunnen omzetten, dan nog gebruiken we 4 keer zoveel. En we zijn halverwege de hoeveelheid energie die de kerncentrale in ons de binnenste van het aarde oplevert. En die de platentektoniek en het vulkanisme aandrijft. Dus we gebruiken een waanzinnige hoeveelheid energie. En het komt er dus op aan, we zullen die energie moeten oogsten
zonder al te veel ecologische brokken te maken. Dat is denk ik de meer juiste constatering. Maar het geeft u een beetje het gevoel, hè, al die lijnen uit die grafiek zijn een lezing op zich en kan je een verhaal over vertellen. We hebben er één gebruikt, want de tijd ontbreekt ons om het anders te doen. Er zijn heel verschillende manieren om tegen dat antropoceen aan te kijken. Ik ontleen aan de Australische wetenschapper en klimaatfilosoof Clive Hamilton een handig viervlak dat we als onderlegger zullen gebruiken. Op de horizontale as de planeet als onveranderlijk en passief achterdoek aan de ene kant, achterdoek voor onze handelen, en aan de andere kant de planeet die reageert als zijn systemen worden ontregeld. En op de verticale as zien we aan de ene kant de mens als futiele, maar wel uitverkoren soort. En aan de andere kant de machtige, het machtige, dominante mensdom. Dat levert vier posities op die we allemaal gaan bespreken en waar we op een beetje vreemde manier doorheen gaan. Dus ik heb er 1, 2, 3, 4 genummerd. Alle vier komen ze aan de beurt. Laten we in de linkerbovenhoek beginnen. Dat is de hoek waar het idee overheerst dat de mens bescheidenheid moet tonen en dat de planeet ons als kroon van de schepping ten dienste staat en blijft staan. En ik vermoed dat de meeste aardbewoners wel eens van klimaatverandering hebben gehoord, maar nog grotendeels onwetend zijn van de mogelijke implicaties daarvan. Dat aantal zal hopelijk snel kleiner worden door voorlichting en educatie, maar er is een harde kern van kwaadwillige onwetendheid. De klimaatontkenners, kijk, daar zijn ze. Eindelijk kan ik deze hoes nog eens even laten zien. U herkent hem allemaal. Er zijn natuurlijk mensen die denken van, nou ja, het is een samenswering van de linkse elite. Het is een hoax. Hè? We moeten ons denk ik daarbij realiseren dat deze denialists niet verdwijnen door een beetje extra voorlichting van de overheid. Er is mede dankzij individual number one een sterke politieke beweging op gang gekomen waarvan klimaatontkenning zo ongeveer de kern vormt. Maar het laat ook zien dat de milieuproblematiek op een misschien wel fatale manier in de links-rechts tegenstelling terecht is gekomen. En denialism is ongeveer de enige manier om nog zonder schaamte het fossiele feestje tot de laatste druppel te kunnen doorzetten. Wat we ook moeten beseffen, als we zeg maar de kracht van dat denialism onder de loep nemen, is dat er in ieder van ons een ontkenner schuilt. Er is een stemmetje wat roept, ik vind dat de politici nu tegen klimaatverandering in actie moeten komen. Er is ook een stemmetje wat fluistert, ik hoop maar dat ze het niet hoeven doen, want anders zou ik mijn privileges misschien wel moeten opgeven. Dus we hebben het allemaal in ons zitten. En je kan ook zeggen dat de hardcore ontkenners zitten opgesloten in een eeuwigdurend heden, meestal gekoppeld aan een verlangen naar een niet meer bestaand verleden. En dat lijkt op de situatie in de briljante film The Truman Show, waar Jim Carrey niet in de gaten heeft dat hij de hoofdrolspeler is van een reality show, waar alles op gericht is deze illusie voor hem in stand te houden. Daar komt pas een einde aan als hij langzamerhand merkt dat het een geconstrueerde wereld is waar hij de randen van ontdekt en via een trap ontsnapt en een laatste buiging maakt voor zijn miljoenenpubliek. Maar in wat voor realiteit komt hij terecht? Hoogstwaarschijnlijk komt hij in het kwadrant van het modernisme terecht, waarin het idee van de eeuwige vooruitgang levend wordt gehouden. Het is de wereld waarin het lukt economische groei te verbinden met tegelijkertijd het verkleinen van de ecologische footprint. Mocht groei problemen geven, dan zijn die met rationele middelen allemaal op te lossen. Ook de problemen van het antropoceen zullen stuk voor stuk opgelost kunnen worden of van relativerende verhalen worden voorzien dat het wel meevalt met de gevolgen.
En het ecomodernisme, wat ik net noemde, staat model voor deze benadering. Het is een uit de Verenigde Staten alweer overgewaaide, radicaal optimistische lood van de milieubeweging, verzameld in het Breakthrough Instituut. Wetenschap en techniek zullen ons toch wel te hulp schieten. We're gonna science our way out of this problem, toch? Ze bedenken toch wel wat? Nou, in wezen is in zeg maar deze geruststellende manier van naar de wereld kijken, worden ze allemaal check, 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 afzonderlijk opgelost. Het is misschien goed om even iets over dat modernisme te zeggen. Het moderne tijdperk begint eigenlijk bij de Renaissance, maar in het begin van de 20e eeuw. Het is een filosofische en kunstzinnige school, het modernisme, daar de speerpunt van. En je kan zeggen dat de natuur en de hulpbronnen als een onveranderlijk gegeven worden gezien, als een bron en een eeuwige put. De vector, de bewegingsrichting, is emancipatie. Emancipatie van het mensdom, wat geknecht wordt door de natuur. En wij zijn in staat en sterk genoeg ons daarvan vrij te maken. Onthechting is een kernbegrip hier. En als je kijkt naar wat politici en ontwerpers hiervan meekrijgen of instrumenteel zijn in, dan gaat het over maakbaarheid. Dan is er een utopisch kantje aan. En het mooiste voorbeeld wat ik ken, waarin je de draai van dat modernisme goed ziet, is Futurama General Motors paviljoen van Norman Bell Geddes op de wereldtentoonstelling in 1939, waar de Amerikanen rijp gemaakt worden voor massamobiliteit en het type stad wat daarbij hoort. Het centrum van het Futurama was een geweldige maquette en u ziet de mensen hier eromheen zitten. Je kan aan hun gezichten zien, ze kunnen echt niet wachten tot die toekomst ook inderdaad aanbreekt. En iedereen, de 30.000 bezoekers die hier per dag langskwamen, die kregen een button opgespeld, I've seen the future. En dat is, zeg maar, even een voorbeeld van de drive van dat modernisme. En het Futurama van de huidige tijd reist eigenlijk op, zeg maar met het beeld van de machtige mens uit het boek Homo Deus van Yuval Harari. De mens wordt meer machine en de machine meer mens. En dankzij de big data in onze smart cities kunnen we ons gedrag voorspellen en laten reguleren. De technologische ontwikkeling laat zich ook niet stoppen in deze manier van kijken. En er is ook weinig speelruimte voor de mens om die koers nog te wijzigen. De grote loskoppeling tussen de biologische en technische evolutie is begonnen. Voor de echte techno-enthousiasten is het de conceptuele sprong naar de kolonisatie van Mars nog maar een klein stapje. En deze mentaliteit vertaalt zich naar de klimaatproblematiek in een treffende verwoording van Rex Tillerson, u bekend als de Exxon-topman en eveneens even kort minister van Buitenlandse Zaken van de Trump-administratie. Climate change is just an engineering problem. Inderdaad, toevoegen van sulfaatdeeltjes of ijzer aan de oceanen lost het probleem wel op. Maar de bijverschijnselen daarvan kunnen onvoorspelbaar en rampzalig zijn. Hier wreekt zich dat de aarde als een onbewegelijk achterdoek wordt beschouwd van het menselijk handelen. Deze visie op de wereld lijkt langzamerhand tegen zijn eigen grenzen aan te lopen. De aarde blijkt een actieve partij te worden. De stoere emancipatie van het afwerpen van de ketenen verandert in een constante bezorgdheid. Alles moet gemeten worden. Zelfs de lucht die we inademen moeten we eerst meten en kijken of die wel goed is. Vrijheid en onthechting slaan om in hun tegendeel, waarbij de mens in filosofische zin een ingebed subject wordt, verbonden via een web met andere levende en dode actoren. Voordat we kijken naar alternatieven, als we dit vertrouwde vooruitgangsgeloof zouden moeten verlaten, is het goed om te constateren dat naar mijn schatting zo'n 90% van het milieudiscours zich hier afspeelt. Centraal daarin, ik zeg het nog een keer, staat de consensus dat het lukt tegelijk economisch te groeien en de ecologische footprint te verkleinen. Dat lijkt
steeds meer een sprookje dat, zeg maar, net als de kernfusie, altijd als een wenkende toekomst een paar decennia later wordt gesitueerd. Het blijft natuurlijk binnen het economische systeem denken. En het is ook vrij moeilijk je een coherent alternatief voor te stellen. Zoals Slavoj Žižek al observeerde, is het makkelijker het einde van de wereld je voor te stellen dan het einde van het kapitalisme. Maar toch, dames en heren, gaan we naar de andere kant van de schutting kijken. Waar zich de stromingen ophouden die ervan uitgaan dat de aarde een actieve kracht is geworden, zoals Jos van der Broek straks uitgebreid gaat uitleggen. Achter het filosofische vakjargon van ontologisch pluralisme verschuilt zich de opvatting dat er allerlei manieren van zijn naast elkaar mogen en kunnen bestaan. De zijnswijze van de westerse cultuur is evenwaardig aan die van andere culturen en aan de zijnswijze van inheemse volkeren. Na de kritische studies in de sociale wetenschappen over ras, gender, geloof, kapitalisme, is de kritiek uiteindelijk aangeland bij de menselijke zelfgenoegzaamheid en is ook de zijnswijze van dieren en dingen de moeite waard van het beschouwen. In het posthumanisme wordt de mens geacht een stapje terug te doen en te beseffen dat hij slechts een radertje is in het web van leven. Beschouwen we de aarde en de natuur als een onbewegelijk achterdoek voor de doorgaande voorstelling van de menselijke beschaving? Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat het toneel zelf in beweging gekomen is en verrassenderwijs gaat meespelen in deze voorstelling. De eens zo onneembaar geachte grens tussen cultuur en natuur is op allerlei fronten aan het afbrokkelen. En er gebeuren dingen op dit snijvlak waar we eigenlijk nog geen goede woorden voor hebben. Er vormen zich hybriden, zoals u ziet. Het is niet zo vreemd dat er juist nu initiatieven we zien ontwikkelen om landschappen en landschapselementen een eigen juridische status te geven. Zoals de erkenning van de rivier de Whanganui in Nieuw-Zeeland, ik hoop dat ik het goed uitspreek, waardoor de Maori's al 140 jaar over wordt onderhandeld, dat dit een levend wezen zou zijn. Het is nu erkend. En het is waarschijnlijk geen toeval, in die doorbraak heeft dat ontologisch pluralisme een rol gespeeld. Dichter bij huis, de oprichting van de ambassade van de Noordzee, heel chic, aan de lange voorhout, zoals dat hoort bij een ambassade, met als doelstelling de Noordzee in al haar diversiteit emanciperen tot volwaardige politieke speler via collectieven van mensen en niet-mensen. Daar is hij weer, de dingen en de dieren die een rol gaan spelen in hun eigen parlement. We horen de schaduw van Latour. In deze wijze van zien hebben we wat we tot nu toe hebben aangeduid als invloeden. Eigenlijk moeten we die zien als een soort onverbrekelijke samenvloeiingen van wat we vroeger natuurlijke en menselijke processen noemden. Dit zijn de hybrides die er gevormd zijn. En in wezen is in deze manier van kijken zijn niet onze reusachtige stadslandschappen die we vanuit de satellieten kunnen zien het grootste artefact, maar is het klimaat misschien wel ons grootste artefact. Kritiek op deze benadering is dat de mens zich weliswaar klein probeert te maken als een gelijke in dat web, maar dat daarmee tevens haar invloed we onder de korenmaat steken. De mens heeft nu eenmaal een aantal catastrofes aangericht, heeft onvoorstelbaar veel invloed en moet naar die handelingskracht ook handelen. Daar staat het antropocentrisme 2.0 voor, ook wel het ecopragmatisme genoemd. En dit is misschien wel de meest realistische stroming die ook verantwoordelijkheid neemt en zich onderscheidt van het ecomodernisme door de inschatting the worst can still be avoided, in tegenstelling tot the best is always yet to come uit het ecomodernisme. De diagnose van de situatie is ook echt anders in deze manier van kijken. Alle, zeg maar, hybrides die we net nog keurig onder elkaar
zagen staan, beklimmen de dansvloer en er lijkt zich een perfecte storm op te bouwen van onvoorspelbare gebeurtenissen die ons zullen moeten leren de tijger te bereiden, zoals dat in India heet, of in termen van kapitein Nemo van Jules Verne, mobilis in mobile, bewegelijk in het bewegelijke te navigeren. We weten dat dit soort complexe systemen principieel onvoorspelbaar zijn, bifurcaties kennen, ontwikkelingen die niet te prognostiseren zijn en ook bovenal, het zijn systemen die nooit terugkeren naar hun uitgangspunt. En dat is een heel belangrijke constatering. De pijl van de tijd wijst ongenaakbaar in één richting. En ik ben nog opgeleid dat wij als mensdom de evenwicht van de natuur hebben we overschreden. We moeten een paar stappen terugzetten en dan is het evenwicht van de natuur er weer. En dat blijkt dus niet zo te zijn. We komen er langzamerhand achter dat we nooit terug zullen keren naar dat kalme Holoceen met welke technische wetenschappelijke interventies we ook zullen bedenken. Begrijp me niet verkeerd, dit ecopragmatisme is niet antitechnologisch. Het beschouwt technologie op een Goetheaanse manier. Het kan een zegen voor de mensheid zijn, maar ook de ondergang. In deze wijze van zien is de ethische discussie over wetenschap en techniek dominant. Niet alles wat kan, moet ook maar mogen en gebeuren. En zoekend naar voorbeelden van handelingsperspectieven binnen het ecopragmatisme stootte ik op het werk van Sebastião Salgado, de Braziliaanse fotograaf die embedded als fotograaf tientallen jaren de meest verschrikkelijke rampen gefotografeerd heeft en een totale burn-out kreeg. Zijn ziel was kapot. En als compensatie voor zichzelf heeft hij een ode aan de planeet gemaakt. En prachtige foto's. En uiteindelijk, wat ik prachtig vond, was dat hij full circle kwam en dat geld wat hij met zijn fotoboeken verdiend heeft, gebruikt heeft om zeg maar de hacienda van zijn vader, die totaal ontbost was, via het maken van nurseries waar voor bijna 400 boomsoorten uit het Atlantisch regenwoud van Brazilië, is hij dat gaan reconstrueren. En dat bleek niet alleen een gouden idee voor de boerderij, maar ook voor de hele regio. Dit soort, zeg maar, handelingsperspectieven zit in dat ecopragmatisme. Een beetje dichter bij huis. Overbodige stuwdammen verwijderen. Dit is een kaart van stuwdammen. Iedere stip is een stuwdam in Frankrijk. Meer dan 60% van die stuwdammen hebben geen functie meer. Maar er is geen geld om ze op te ruimen. Dus dat opruimen van die dingen voor het herstel van de vismigratie, dat is ook zo'n handelingsperspectief in. Hè? Of de zandmotor bouwen met de natuur, natuurkrachten gebruiken om menselijke doelen te bereiken. Dus ook deze, dit kwadrant heeft een eigen handelingsperspectief. Goed, tenslotte, wat hebben we nu aan dit navigatieschema? In de eerste plaats heb ik proberen een beetje structuur te brengen in de visies die u de komende 4 weken langs gaat zien komen. En je kan de filosofen al bijna spotten. Hè? Bruno Latour zit daar. Hier zit Yuval Harari, hè, van Homo Deus. Hier zit Clive Hamilton. En daar zit Ayn Rand, de grote inspiratiebron van de Republikeinse Partij. En interessant, morgenavond de meet-up van Paul Kingsnorth. U heeft hem misschien zondag op de tv gezien. Die zit in die hoek. En natuurlijk, ja, we zouden alle boeken, maar de voorzitter kijkt al heel streng naar me. U kan ook de weg in de boekwinkel voortaan vinden met dit navigatieapparaat. En als u naar de tv zit te kijken en u hoort plotseling Arjen Lubach iets zeggen over kernenergie, dan kan u best wel eens denken
dat er een redacteur van Arjen Lubach, dat er een ecomodernist in zijn redactie zit. Nou, dus dit is een ongelooflijk handig schema, maar vooral omdat het de verschillende ideologische breuklijnen toont die in de komende decennia bepalend zullen zijn voor het debat. Want er zit een onvoorstelbare hoeveelheid politieke energie in de breuklijnen tussen deze vier. Hier laat ik het even wijzen. Een nooduitgang uit mijn verhaal. Wat natuurlijk nog verder ging. Maar de rest krijgt u, dat probeer ik in de laatste avond nog een keer te vertellen. Dirk, blijf nog even staan. Het was mooi, Dirk. Maar jij hebt ons 4 jaar geleden bij de Architectuurbiennale in Rotterdam welkom geheten in het Anthropoceen. Dat is anders dan dit. Nu gaat de wekker af, je haalt de apocalyps erbij. Ben jij somberder geworden? Nee, ik ben van een optimist langzamerhand veranderd in een eindoptimist. Een eindoptimist. Wie weet wat dat... Laat ik het zelf uitleggen. Dat is iemand die gelooft dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt, maar we're gonna have a bumpy ride, ladies and gentlemen. Oké. Okay. Als je naar de schijf van Hamilton kijkt, waar sta jij dan? Dan moet ik even mijn plaatje laten zien, als het kan. Mag dat nog? Jan? Bennen we er weer? Even zien. Ik sta, denk ik, hier. Ja? Ergens, ja, aan deze kant. Ja. En wat betekent dat nou ten opzichte van die anderen? Jij geeft ze allemaal recht van spreken. Ja, zeker. Ik denk dat we de politieke discussie, althans over het Anthropoceen en over het milieuprobleem, goed te begrijpen is door de posities die hierin ingenomen worden. Want er zijn natuurlijk enorm veel mensen die alles wat aan deze kant van de lijn zit bijgeloof vinden. En het achter verkeerde Franse filosofen aanlopen, wat nog erger is dan bijgeloof. Maar het is in Australië, toch? Die dat doet? Dit is in Australië, gelukkig. Er zijn wel geen Franse filosofen. Nee, maar die zitten daarboven. Ja, daarboven. Ja. Ja. Nee, maar dat krijgen we straks, toch? Oké. Okay. Dus ik denk dat je zeg maar de verschillende discussies op radio en tv vrij goed kan volgen als je deze vier posities een beetje in het oog houdt. Dit scala houden we erin tot het eind van de vier lezingen. Yes. Ja? Dankjewel. Misschien zijn er nog vragen. Er is nog heel even tijd voor een enkele opmerking of vraag. Ik kom even langs. Ja? U bent? Ik ben Job Dorrestein. Hier in dit huis zijn heel veel bijeenkomsten die gaan over de stad als de plaats waar het allemaal moet gaan gebeuren, waar innovaties kunnen plaatsvinden enzovoort. Is dat ook een factor van betekenis, dat wij mensen met z'n allen naar de stad trekken? Zeker. Ik kan me voorstellen dat de andere beweging naar het platteland, bijvoorbeeld Zuid-Brabant en zo, waar nu allemaal boerderijen staan te verpauperen en die gebruikt worden voor ecstasy. Chemisch afval. Ja. Als we een andere beweging kunnen maken vanuit de stad en dan... Ik denk dus, we gaan het de derde avond over de stad hebben, maar een beetje daarop vooruitlopend, denk ik dat als we naar de avonden van Pakhuis de Zwijger kijken, dat je natuurlijk de fascinatie voor dat dichte en dynamische aspect van die stad ziet. En dat zeg maar dat ook tegelijkertijd, dat is de dode hoek van de stedenbouw en de landschapsarchitectuur. Want 80-90% van alle mensen in de wereld leven niet zo. Die leven in stadslandschappen. En het vreselijke feit is dat de stedelijke dichtheden mondiaal aan het dalen zijn. Dus behalve dat we het over de oorlog tussen het grasdak en de PV-cel in Amsterdam Centrum zouden moeten hebben, zouden we ook ons eens moeten buigen over die stadslandschappen en wat daar de mogelijke, laat ik maar zeggen, duurzame koersen zijn die we daarin kunnen uitzetten. Mag ik even onderbreken? Hoe kan dat nou? Want we krijgen alsmaar meer metropolen. Dan gaan we toch alsmaar meer op een kluitje zitten? Dat denk je, maar dat is niet zo. Nee.
Er is een prachtige studie van het Lincoln Instituut van een jaar of 4 geleden. Een mondiale studie die laat zien dat de gemiddelde stedelijke dichtheden aan het dalen zijn. Wij zien over het hoofd dat we behalve Mumbai ook, hè, dat is de dichtst bebouwde stad ter wereld, de suburbanisatie in India begonnen is. En we hebben dus natuurlijk enorme dichte pieken, maar we hebben ook een steeds groter wordend suburbaan veld rond die steden. Dirk, hierbij moet je het laten, helaas. Het woord is aan... Ja, ik dacht dat we zouden gaan stoppen, want we hebben al zoveel moois gehoord. Goed zo. Nou ja, gang. Mag alles wat kan. Ik vond het een heel mooie opmerking dat een van die klimaatontkenners ken ik heel erg goed. Die kwam op een gegeven moment met de vraag van Jos, ik zou zo graag bamboe willen gaan genetisch modificeren. Want het gaat zo slecht met de panda. Als we nou dat bamboe genetisch modificeren, zal het niet dan gaat bloeien. Ik zei, ja, goed idee. Maar als je nou eens eerst wat aan die bamboebossen doet. Dus heel makkelijke oplossingen. Hè? Dus ook we kennen Olaf Schuiling allemaal. We doen gewoon een heleboel troepen in de oceaan. Hè? Op ijzig en dat komt allemaal wel goed. Dus dat hele grote denken, ik kom het veel tegen in, ja, in de wetenschappelijke wereld, de chemiewereld waar ik zelf uitkom. De Kaap, ja, laat ik even teruggaan. De Kaap, dit is de Kaap de Grinée, kom ik heel graag met mijn echtgenote. Dit is Loes. Die staat daar met een van die grote vondsten van haar. Ze heeft hier 15 kilo, haar mooiste vondst. Het is bijna een sportschoen, maar het is een stuk ammoniet. Een enorm stuk ammoniet dat ze gevonden heeft. Helemaal blij. Ik ben al blij met dit soort kleine dingetjes. Dit zijn heel kleine oestertjes. Dit is één oestertje en dit is mijn fotokaartje waarmee ik laat zien hoe klein die dingetjes zijn. Maar er zijn dingetjes die nog veel kleiner zijn. Ik heb hier een stuk kaap meegenomen. Ik geloof het Cap de Blanc, nee. Als je hier heel erg goed in zou kijken, zou je heel erg kleine dingetjes vinden. En ik heb het model meegenomen hier, deze jongen. Of eigenlijk is het een meisje, heeft een prachtige naam, Emiliania Huxley. Prachtig dingetje. In werkelijkheid is dit organisme 2 micrometer klein. En moet je voorstellen dat dit stuk steen gemaakt is door de coccolietjes, de onderdeeltjes van deze kleine alg, microalg. Een ongelooflijk wonderlijk gebeuren. Ik kwam daarmee in aanraking dankzij Peter Westbroek. En een aantal boeken heb jij niet laten zien, Dirk. Maar ik ben dol op deze 2 boeken. Life as a Geological Force was een van mijn absolute favorieten van Peter Westbroek. Dynamics of the Earth. En daar heb ik geleerd dat de aarde, moeder aarde, als een enorm organisme bezig is. En het leven een geologische kracht heeft. Kijk. Het leven als geologische kracht, CO2, wordt opgenomen en wordt onder andere dus in kalksteen niet afgezet. En als je dan, hier heb je dat, als je dan bij de kapen staat en het is prachtig weer, helder weer, dan kijk je naar de overkant, dan zie je de White Cliffs of Dover. Leven als een geologische kracht heeft dit gemaakt. Het is bijna niet voor te stellen, maar het is door het levende organisme gemaakt. Het is allemaal calciumcarbonaat, CaCO3. Hier zie je dit organisme bloeien. Dit is Emiliania, die bloeit in de buurt van Cornwall. Dat kun je vanuit de ruimte, dit is een opname, vanuit de ruimte kun je dat waarnemen. Kun je je ook voorstellen dat heel veel van deze witte
materialen in zee die ook voor de albedo zorgt, dus de weerkaatsing. Dus dit heeft op zich heeft dat al een effect op het klimaat op onze aarde. Emiliania, en dat heb ik niet van mezelf, maar dat is een van de ideeën die bij James Lovelock vandaan komt. Emiliania heeft hij als hypothese gesteld, is een klimaatregelaar. Want wat gebeurt er als de zee opwarmt, heb je hogere temperaturen. En bij hogere temperaturen heb je meer algengroei. Als de algen groeien en ze sterven op een gegeven moment af, dan gaan ze een stofje produceren. Dat heet DMS, dimethylsulfide. Dat is die heel bijzondere geur die je op zee, op het strand ruikt. Dus een typische zeelucht, dimethylsulfide, DMS. Als er meer van dat spul wordt gemaakt, komt dat als sulfaat aerosol, uiteindelijk wordt omgezet in sulfaat in de lucht. Dat vormt groeikernen voor waterdruppeltjes, voor wolken dus. Meer wolken, meer terugkaatsing van het zonlicht. Meer zonlicht reflecteert, wordt het kouder. Als het kouder wordt, ja, krijg je minder algengroei. Wordt ook minder DMS geproduceerd. En je hebt minder groeikernen voor waterdruppeltjes. Een zichzelf regulerend systeem, zoals James Lovelock dat noemde. Ook hier zorgt leven voor geologische kracht. James Lovelock heeft een paar prachtige boeken geschreven over Gaia. Gaia is een van de belangrijkste goden geweest bij de Grieken, een godin. Heeft iemand dat prachtige boek gelezen over mythologie? Stephen Fry. Ik ben het aan het verslinden. En je ziet echt wat voor een beest die Gaia is geweest. Want ze deed het, ze voosde met iedereen. En zowat alle goden in het Griekse godensysteem zijn op de een of andere manier wel van haar afkomstig. Daar staat ze dan, moeder aarde. En James Lovelock heeft de moeder aarde als een levend systeem beschreven. En hij noemt het ook, dat heeft hij heel mooi gezegd ook, evolutie is een zeer nauwe dans met het leven en de omgeving als partners. En uit die dans ontstaat, wordt Gaia geboren. Dus ook weer het leven als geologische kracht. Er is nogal wat gebeurd natuurlijk met die evolutie. De biologische evolutie heeft nogal wat teweeg gebracht. Als we kijken naar heel lang geleden, ruim 4,5 miljard jaar geleden toen de aarde ontstond, moet je je voorstellen dat er heel lang geen zuurstof in de atmosfeer is geweest. Je kunt het je nauwelijks voorstellen, maar zuurstof was een zeer giftig gas, is het nog steeds trouwens. We hebben zuurstof nodig, maar tegelijkertijd zorgt het ook voor veroudering. Je zou het liefst zonder zuurstof willen leven, maar dat lukt nog steeds niet. In de loop van de tijd zijn er organismen gaan groeien. En wat je kreeg is een ademhaling. En die ademhaling heeft op een gegeven moment tot organismen geleid die zuurstof moesten ontgiften. En daar is dus de ademhaling uit ontstaan. De fotosynthese ontstond eruit. De aerobe, dus de zuurstof, het zuurstofmetabolisme. Planten en dieren. Overigens moet je goed kijken. Dit zijn geen stapjes van 1, 2, 3. Maar van stapjes van 10. De macht van 10. Dus zuurstof is ook weer ontstaan. De grote concentratie aan zuurstof. We zitten nu ongeveer op 20
procent is een geologische kracht die, uit, die ontstaan is uit het leven. Een andere belangrijke cyclus, en dit is een beetje een ingewikkeld plaatje, maar dit gaat over kooldioxide. Het is alweer is al langs geweest hier. Kooldioxide is een gas dat gemaakt wordt en weer opgeslagen wordt. Enorm wat, gelukkig hebben we een enorm vat aan de oceaan waar, waar CO2 in kan worden opgeslagen. Maar dat is ook niet eindeloos. Het sedimenteert, je krijgt carbonaat, maar het kan ook in de war raken en dat gebeurt ook. In de loop van de tijd, we hebben het al langs zien komen net, krijgen we de fossiele brandstoffen die in enorm tempo worden opgebruikt. Die 500 jaar dat we dat aan het verbranden zijn en dat gaat dan over honderden miljoenen jaren aan fossiele brandstoffen die we verbranden. Je krijgt meer CO2 en ja, op een gegeven moment moet dat toch tot problemen gaan leiden. Dat zien we hier ook in de loop, in een zeer korte tijd. We hebben dat kunnen meten aan onder andere op Mauna Loa op Hawaii. En wij weten het ook uit ijskernen, metingen van ijskernen, dat eigenlijk sinds ongeveer 1950, laten we zeggen 1945, dat mag wel, sinds 1945 de CO2-concentraties dramatisch omhoog gaan. En ja, wat betekent dat nou? Ik las dit nog maar zeer kort geleden. De ijskap van Groenland, die smelt uitzonderlijk snel, sneller dan ooit tevoren. Nieuwe recorden wereldwijde CO2-uitstoot, een paar weken geleden nog maar in de krant. Uiteinde van Gletsjer in West-Groenland. En wat me wel opviel op dezelfde website van de Volkskrant, hier ski jij deze winter de langste afdaling. Ik vond het nogal, Frank, ik weet niet of iemand anders het ook gezien heeft, maar het viel mij op. En eigenlijk schrok ik me rot. Ja, de laatste langste afdaling. Dat zou een goede zijn, inderdaad. Ja. De oceaan kan toch zo ongelooflijk veel hebben, denken we dan. Maar dat is helaas niet zo. De oceaan kan heel veel CO2 hebben, maar op een gegeven moment krijg je ook een probleem dat je verzuring krijgt. En als je meer verzuring krijgt, dan gaat de hele buffercapaciteit ook naar de Filistijnen. Dus we kunnen niet eeuwig blijven doorgaan. En dat merken we al. Toen kwam onze vriend Lovelock met dit prachtige boek, The Revenge of Gaia. Is Gaia, onze godin Gaia, aan het wraak nemen? En het lijkt er wel haast op, want het systeem draait dol. Dit is de Gaia zoals we die nu kennen. En toen ik zeer onlangs op het strand fossielen aan het zoeken was, heb ik ook eventjes dit gedaan. Ik heb van 2 vierkante meter heb ik plastic bij elkaar geraapt. En er waren ook heel veel heel kleine stukjes plastic. Hier zitten ook nog wat kleine stukjes. Er zijn nog veel kleinere stukjes. En gisteren nog las ik nieuw onderzoek dat ook mosselen en andere schelpdieren de heel kleine nanoplastic deeltjes aan het opeten zijn. Wat weer gevolgen heeft voor, ja, misschien nog zelfs voor ons, of dat zo erg is. Ja, misschien ook niet. Maar zelfs hier, je ziet hoe erg het met de troep is die hier op dit stukje grond bij de Kaap te vinden is. Misschien een kleine anekdote. Ik besefte dat ik dit model ook gemaakt heb met wattenstaafjes. En wattenstaafjes zijn zo ongeveer de meest voorkomende afvalplastics op het strand. Ik,
ik kwam deze uitspraak tegen van Karl Marx. Alle uitvindingen hebben ertoe geleid dat we aan materie, intelligentie aan het meegeven zijn. Maar om het maar vrij te vertalen, het is net alsof wij van onszelf domme krachten hebben gemaakt. En een andere, ja, dit is een plaatje dat ik niet kon laten, want jullie hebben een heleboel andere plaatjes gezien. Ik wil hier nog een mooi stuk natuur laten zien. Vooruit, dat was maar heel even. Dit is de mens als geologische kracht nu. En zo was George Bernard Shaw, de socialist, de humanist en schrijver, het zei over de mens als, ja, over de levenskracht. Hij zei het heel mooi, life force. Life is a geological force, is ook een leefkracht. We hebben het met ons eigen brein te doen, helaas. Maar als we dat brein ook hebben, zullen we het zo goed mogelijk moeten gebruiken. Want ook voor mij, ik ben af en toe wel eens heel erg pessimistisch, kan niet anders zeggen. Ik hoop nog op verbeteringen, maar als ik dit zo zie, ben ik ook wel eens niet anders dan heel erg pessimistisch. En ik hoop dat het u beter vergaat. En ik heet u dan ook van harte welkom in het Anthropoceen. Dank u wel. Dank u wel, Jos. Jouw presentatie riep bij mij de vraag op. Jij liet van die mooie rondlopende schema's zien. En dat is daar een belangrijk onderdeel van. Waarom zou de CO2 niet op die manier ook weer onder controle gebracht kunnen worden? Je bent geen chemicus, hè? Nee, precies. Daar vraag ik het ook aan. Nou ja, precies. Processen, wat het probleem met processen is, die kunnen één kant oplopen, maar die kunnen ook op een gegeven moment stoppen door domme, nare zaken als verzuring. Zo werken die processen nou eenmaal. Je kunt op een gegeven moment, en dat doen wij zelf, hè? Ja? Wij zorgen er zelf voor dat de zaak verzuurt. Dus dan kan zo'n proces ook stoppen. En dat zou fijn zijn, hè? Je zou hopen dat. En dat zijn die mensen zo van, ach, we voegen gewoon een beetje ijzer toe en het komt allemaal wel goed met dat systeem. Ja, helaas werkt dat niet zo. Want dat heeft Dirk ook net haarfijn uitgelegd. Er zijn allerlei andere processen. Het is niet, je hebt hier een knop, je drukt hier en dan gaat het daar wel weer goed. Maar je hebt allerlei processen waarvan wij eigenlijk niet eens weten. Hè, waar dat knooppunt, hè, die knooppunten, de vork kan die kant op gaan of die kan die kant op gaan. We weten niet wat er gebeurt als we daarop drukken. Maar als we nou in staat zouden zijn CO2 aan de lucht te onttrekken. En ergens op te slaan. Hebben we dan niet een gigantisch probleem onder controle? Ja, fantastisch. Lekker technologische oplossing. Ja, dat zou. Is daar iets op tegen dan? Ja, dan heb je. Je hebt weer een heleboel energie nodig om dat probleem weer op te lossen. Ik denk dat we het kind met het badwater aan het weggooien zijn. We kunnen ook eens wat minder CO2 produceren. Oké. Okay. Ja. Wie wil nog een vraag stellen of heeft nog een opmerking bij deze presentatie van Jos? Ja? Ik zag iemand. Ja? Ga jij mee? Ik heb iets gelezen over het fytoplankton in de oceanen en dat die aan het sterven zijn en dat wij voor 75% afhankelijk zijn voor ons zuurstof van dat fytoplankton. Is dat, heb je dat goed begrepen? Fytoplankton heeft onder andere problemen met, gek genoeg, met virussen. Ik weet niet of je daarover gehoord hebt ook. Ook fytoplankton kan last hebben van virussen. En als je gezond plankton hebt, dan is er altijd wel weer een oplossing. Maar als
hoe dat plankton op een gegeven moment beïnvloed kan worden. Ik heb niet in elke kubieke milliliter zeewater gekeken, maar ook dat plankton heeft last van wat wij aan het doen zijn. En je hebt gelijk, het fytoplankton is enorm belangrijk voor de zuurstof. Zelfs belangrijker dan alle planten op aarde. Dat klopt, ja. Wie nog? Ik zie het niet. Daar? Ja. Goedenavond, ik ben Koos Speel. Dag. Ik hoorde u net zeggen dat u dat u pessimistisch bent. Heeft het uw pessimisme te maken met het feit dat volgens u het kantelpunt al ruimschoots gepasseerd zijn? Ja, ik persoonlijk denk dat wel. En ik zal heel eerlijk zijn, en dat klinkt misschien heel erg naar, maar ik ben blij dat ik geen kinderen heb. Ik zou geen kinderen in deze wereld willen zetten. En dat klinkt heel naar, maar zo denk ik erover, ja. Of mocht ik dit soort nare dingen niet zeggen? Nou, ach. Ja. Ik heb nog één ding. Hè. Kijk, er waren pas vier hoogleraar, dacht ik, die een brief hadden geschreven in de Volkskrant. En die hadden gezegd, we moeten een paar dingen doen. Maar één van die dingen was, laten we nou die CO2 gewoon onder de grond stoppen. Dan zijn we er toch voor een heel groot deel van af. Mm-hmm. Waarom zouden we dat nou niet doen? Dat lijkt me een ongelooflijke opdracht. Ongelooflijke opdracht. Het gaat wel over heel erg veel CO2. Ja, het is deel van de oplossing. Het kan nooit de hele oplossing zijn. Nee, dat kan ook niet, nee. Oké, maar het is wel een deel, vind je? Dat weet ik niet eens. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Ik vind het een mooi idee, maar ik geloof er niet in. Nou ja, het waren toch gerenommeerde mensen. Ik dacht, misschien is dat wat, maar... Ja, we komen hier nog op terug. Ik heb gerenommeerde mensen dommere dingen horen zeggen. Ja. Ja. Goed zo. We gaan over naar Lisa Doeland. Dankjewel, Jos. Eigen. Ja. Fijn om vanavond het hek te komen sluiten hier. En ja, inderdaad over het CO2 onder de grond. Ik heb wel een kind trouwens. Er zijn inderdaad momenten dat mij de schrik om het hart slaat en dat ik denk, wat heb ik gedaan? Maar goed, ze is er en het is een hele leuke dochter van 7. Maar ik vraag me wel eens af, is het niet zo dat wij heel erg veel problemen inderdaad over de schutting aan het gooien zijn? Eerder genoemde Arjen Lubach lijkt me dan met zijn pleidooi voor kernenergie, lijkt me ook zo'n mooi voorbeeld. Dat kernafval, dat zien we dan later wel. En datzelfde geldt voor al die CO2-opslag, want hoe lang moet het daar blijven? En als we het hebben over geologische krachten, dingen verschuiven. En dan? Maar goed. Dus wakker worden in het Anthropoceen. We beginnen even bij het einde. This is the way the world ends. This is the way the world ends. This is the way the world ends. Not with a bang, but with a whimper. Al dus eindigt de wereld in het beroemde, eindeloos vaak geciteerde gedicht The Hollow Man van T.S. Eliot. Zo niet in Lars von Trier's Melancholia. Daar eindigt de wereld niet met stil gekerm, maar met het gebulder van de naderende planeet Melancholia. En dan niets. Het einde van de film is het einde van de wereld. Ik herinner me nog goed hoe de tranen me over de wangen stroomden toen ik aldus de wereld zag vergaan. Zo eindigt het dus en ik was erbij. Ik zag hoe de aan depressies leidende Justine Kirsten Dunst in het midden een hutje maakte waarin zij, haar zus Claire, gespeeld door Charlotte Gainsbourg, en haar neefje het einde afwachten. Ik zag hoe Justine het einde omarmde, de handen van het neefje pakte en ook van haar zus Claire. Ik zag ook hoe Claire op het allerlaatste moment, net voor Melancholia op de aarde klapte, dus ongeveer hier, haar handen lostrok en in een foetushouding ineendook. Zou ik met het einde omgaan zoals Justine of zoals Claire? Zou ik het einde kunnen accepteren of me ertegen verzetten?
Nu goed, melancholia gaat in de eerste plaats over depressie, over rouw, over verlies en zaken waarover we geen controle hebben. Maar het gaat dus ook over eindes. Hoe verhoudt de knal waarmee melancholia van buitenaf een einde aan de wereld maakt zich tot de naderende eindes die met minder kabaal gepaard gaan? Zoals de klimaatopwarming, de massa-extincties en de vernietiging van ecosystemen, kortom het antropoceen. Ons denken over het antropoceen wordt door ondergangsgedachten gedomineerd. Het antropoceen lijkt het begin van het einde te markeren. Maar wanneer is dat einde dan begonnen? De vraag werd al gesteld. Met de industriële revolutie, met de grote versnelling van na de Tweede Wereldoorlog, of toch op 16 juli 1945, toen in New Mexico de eerste atoombom, Trinity, ontplofte. Die zien we hier. Het schijnt dat de geestelijk vader Robert Oppenheimer toen heeft opgemerkt. I have become death, the destroyer of worlds. Het einde. Begon het antropoceen met deze knal, die zowel de ultieme macht als de totale machteloosheid in zich draagt? Of begon het veel geleidelijker, sluipenderwijs? En beginnen we nu overal de tekenen van de catastrofe te zien? De vraag naar het beginpunt van het antropoceen lijkt vooral een poging om opnieuw grip op de zaak te krijgen. Als we maar kunnen bepalen wanneer dit tijdperk precies begonnen is, weten we ook hoe het is misgegaan en hoe we ons eruit kunnen redden. Volgens de Nederlandse filosoof René ten Bos plakken we zulke namen op onbevattelijke fenomenen omdat we bang zijn. Van naamgeving, zo merkt hij op, gaat een bezwerende werking uit. Een naam suggereert een richting. Het antropoceen is volgens ten Bos zo'n naam waarmee we proberen wat hij de cascade aan catastrofes noemt te bezweren en ons opnieuw te oriënteren. Waar gaat dat heen? Waar moeten we naartoe? Onze collectieve fantasieën over het einde van de wereld, waar het tijdperk van de mens toe zal leiden, en dat zijn er te veel om op te noemen, maar goed, ik heb er dus een aantal naast elkaar gezet. The Road, The Day After Tomorrow, 2012. Allemaal op een andere manier, andere redenen. Zijn net zo goed een poging om weer helderheid te krijgen. Apocalyptisch denken suggereert namelijk een duidelijk einde en dan toch ook weer een soort begin. Een voor en een na, kortom helderheid. De wereld mag dan naar de kloten gaan, maar we weten in ieder geval precies waar we aan toe zijn. Dus het is deze hang naar helderheid die verklaart waarom we ons graag wenselen in wat Lee Phillips collapse porn noemt, Hugo Lundgren pessimism porn en de Nederlandse Thijs Leijster filosoof collectieve catastrofilie. Dat is mooi, dat is mooi Nederlands. Dus denken in termen van, van de apocalyps en het einde van de wereld biedt ons houvast. Alles is onzeker, behalve dit. This is the way the world ends. Het is the end of the world as we know it. En dat is dan waar de doomsday preppers zich op voorbereiden. Dus zij weten dan ook waar ze aan toe zijn. Het uit het oud-Grieks stammende woord apocalyps betekent onthulling. In het Nieuwe Testament is de apocalyps de ultieme overwinning van het goede op het kwade. Het is een moment van openbaring, een dag des oordeels natuurlijk ook. In die zin is dus de apocalyps een moment van die totale helderheid. De sluier wordt weggetrokken en opeens zien we precies wat er aan de hand is. De apocalyps kent dus dat voor en dat na en duidelijk onderscheidt ook tussen goed en kwaad. En zo lijkt het ons een uitweg te bieden. In feite brengt het wat we in psychologische termen cognitive closure zouden kunnen noemen. Zo kunnen we de ambiguïteit te boven komen en duidelijke conclusies trekken. Maar goed, het antropoceen is dus een apocalyptische tijd, een tijd waarin van alles eindigt, wel degelijk. Maar over wat voor eindes hebben we het dan precies? Wiens eindtijd is het? Welke wereld eindigt er? Het einde van de wereld, zoals we dat meemaken in melancholia, is een subliem einde. Het is een overweldigende ervaring die ons tegelijkertijd beangstigt en fascineert. Het is een totaal spektakel bovendien. Het omvat letterlijk alles, waardoor het ons, zou ik willen beweren, het zicht ontneemt op veel specifiekere eindes. Zoals bijvoorbeeld de verdwijning van 75% van de insecten in bepaalde Duitse natuurreservaten, zo bleek uit onderzoek vorig jaar. Dat zal niet alleen in die Duitse natuurreservaten zo zijn, mogen we aannemen. Oplettende zielen, die ooit lange autovakanties door Europa maakten, zoals ik zelf,
hadden kunnen opmerken dat hun voorruit vrijwel nooit meer door dode insecten besmeurd was. Tegenwoordig, opeens. Maar de meeste van ons zijn niet zo opmerkzaam. Het is natuurlijk ook langzaam gegaan. Het waren steeds net iets minder insecten, tot je het helemaal niet meer hoefde je ruit te schoonmaken. Dus de aandacht voor het alomvattende einde beneemt ons het zicht op heel concrete eindes. Terug naar de titel van de avond. Wakker worden in het antropoceen. Uit welke droom worden we wakker? Of uit welke nachtmerrie? Is het de droom dat de bomen tot in de hemel groeiden? Dat we overal een oplossing voor weten te bedenken? Ook het wakker worden in het antropoceen suggereert trouwens weer een moment van plotselingen van helderheid. De schellen vallen ons van de ogen en we zien de werkelijkheid eindelijk zoals die is. De aantrekkelijkheid van een plotselinge wake-up call werd recent geweldig uitgewerkt in de serie Mr. Robot. Centraal hierin staat het hackerscollectief F-Society, dus dit is iemand van het hackerscollectief, die onder leiding van een schizofrene hoofdpersoon, Elliot, probeert om de macht van een conglomeraat, E-Core, Evil Core, een soort Google meets Monsanto meets Lehman Brothers, kortom, de belichaming van het grote kapitaal in de 21ste eeuw, probeert te doorbreken. Ze slagen daar uiteindelijk in door de schuldendatabase van dat bedrijf te wissen. Niemand die dus nog schulden heeft, is daarmee ook de macht doorbroken. Dit is het moment waarop ze een filmpje naar buiten sturen waarin ze dit zeggen. We hope as a new society rises from the ashes that you will forge you, dus jij, jullie de mensen, you will forge a better world. A world that values the free people. A world where greed is not encouraged. A world that belongs to us again. A world changed forever. And while you do that, remember to repeat these words. We are F-Society. We are finally free. We are finally awake. Wow. Maar of daarmee de wereld veranderd is? Deze t-shirts en tasjes zijn tegenwoordig echt te koop. Het is er... Het is echt waar. Het is er niet minder kapitalistisch op geworden. Want terwijl wij, kijkers, het enorm met Elliot en F-Society eens zitten te wezen en de opstandigheid in ons voelen gloeien, gaan we voorbij aan het feit dat we niets anders doen dan op de bank zitten en die opstandigheid consumeren. Ik deed dat ook. Ik vond het heerlijk, die serie. We komen niet in opstand. We zitten dus op de bank. We worden vermaakt. Laten we ook niet vergeten dat Elliot eerder in deze serie in een voice-over opmerkt dat verandering een langzaam proces is. Dat het uitputtend is. Hij zegt, every day we change the world. But to change the world in a way that means something takes more than time than most people have. It never happens all at once. It's slow. It's methodical. It's exhausting. Verandering komt niet tot stand van het een op het andere moment, nadat ons dus de schellen van de ogen zijn gevallen, nadat we uit onze sluimer ontwaakt zijn, maar doordat we stapje voor stapje dingen zijn gaan veranderen. Iets heel anders. De Duitse filosoof Walter Benjamin stelde in de jaren 30 van de 20ste eeuw iets vergelijkbaars. Hij dacht na over het catastrofale. We vatten catastrofes doorgaans op als alles of niets gebeurtenissen. Maar volgens Benjamin is het juist het feit dat het zo verder gaat, dat we als catastrofaal op moeten vatten. En hij koppelt dit aan ons geloof in vooruitgang. De catastrofe is niet wat ons te wachten staat, het is wat ons al gegeven is. De catastrofe is bij Benjamin dus geen plotselinge gebeurtenis die van de toekomst ons toe gaat vallen, maar is de voortgang van de huidige situatie. En het komt er volgens Benjamin op neer om een manier te vinden om dat continuum te doorbreken. In zijn beroemde tekst over het begrip geschiedenis voert hij de engel van de geschiedenis op. Dit is die engel. En hij schrijft, er is een schilderij van Paul Klee dat Angelus Novus heet. Daar is een engel op afgebeeld, die eruit ziet alsof hij op het punt staat zich af te wenden van iets waarnaar hij staart. Zijn ogen zijn opengesperd, zijn mond is open en zijn vleugels zijn uitgestrekt. Zo moet de engel van de geschiedenis eruit zien.
Waar wij een keten van gebeurtenissen zien, ziet hij één enkele catastrofe die onophoudelijk puin op puin veroorzaakt en hem dat voor de voeten werpt. Hij zou graag treuzelen, de doden wakker maken en wat kapot gemaakt is samenvoegen. Maar een storm waait uit het paradijs die zijn vleugels verstrikt en zo sterk is dat hij ze niet langer kan spreiden. Deze storm drijft hem onvermijdelijk de toekomst in, waar zijn rug naartoe gekeerd is. Terwijl de puinhopen voor hem tot in de hemel reiken. Dat wat wij vooruitgang noemen, is deze storm. Ik vind het een heel krachtig beeld. Ik hoop dat het bij u nu ook lekker gaat hangen zo. Het afval van de geschiedenis. Wat dan voor de vooruitgang. Dus hou hem nog even vast. Maar ja, wat moeten we bij deze storm? Moeten we hem halt toeroepen? Hoe? En wat maakt het kapot ook? Wanneer we het over het einde van de wereld hebben, merkt de Amerikaans-Britse filosoof Timothy Morton op, sluiten we doorgaans onze ogen voor degenen die daar daadwerkelijk leven. En hij schrijft, het einde van de wereld waar we zoveel voor vrezen, komt veel eer neer op het einde van de teleologie. Dus de overtuiging dat de geschiedenis een doel heeft en dat we dus vooruit moeten gaan. En van het idee dat de wereld alleen voor mensen betekenisvol is. Dus, en hij zegt, zodra we uit de cocon van de wereld stappen, zien we dat er niet één wereld is. Maar dat er heel veel verschillende werelden zijn die kunnen eindigen. Op het einde van de wereld als totaliteit met de mens in het centrum, volgt het begin van een onzekere of twijfelachtige toekomstigheid. Dus we moeten wel iets met die toekomst, maar op een andere manier dan de toekomst die de vooruitgang brengt. Het is die meer onzekere, twijfelachtige toekomst die centraal staat in de documentaire How to Let Go of the World and Love All the Things Climate Can't Change. En ik zou trouwens even u willen laten zien of in herinnering brengen deze twee beelden. Ja. En dat heeft hij denk ik niet zo bedacht. Ik zal ook meer vertellen over wat dit beeld, wat we eigenlijk naar kijken. Maar het zegt toch iets. Er resoneert iets moois. De documentaire begint klassiek, apocalyptisch en groots. Documentairemaker Jos Fox, hier in beeld, interviewt vooraanstaande wetenschappers over de bende waarin we ons bevinden. Milieuwetenschapper Lester Brown vertelt ons dat wanneer we de Groenlandse poolkap willen bewaren, de CO2-emissies met 80% teruggebracht moeten zijn in 2020. Over 2 jaar dus. Dat gaan we niet redden. Earth System Scientist Michael Mann merkt op dat de 2 graden opwarming, waar we nu het steeds over hebben, eigenlijk al veel te veel is. Inmiddels weten we dat, hè, dus we proberen hem ook onder anderhalf te halen, maar onder anderhalf, maar nou ja, gaat hem niet worden. Want hij zegt, die 1 graden die hebben we al, 1,5 graad zit nog in de pijplijn en we zijn nog steeds fossiele brandstof naar boven aan het halen. Fox voert druk op en voedt ons informatie over methaanuitstoot, over oceaanverzuring, over nog meer opwarming. Overwhelmed, zegt hij in de voice-over. En het keert steeds terug, overwhelmed. En dat zijn we ook. Mann vertelt dat hij in zijn publiekslezingen vaak een plaatje laat zien van de 4 ruiters van de apocalyps. Omdat ieder van hen, zo zegt hij, een rol speelt in klimaatopwarming. Eerst oorlog vanwege de slinkende hulpbronnen, dan honger vanwege teruglopende landbouwopbrengsten, dan ziektes als malaria, die ook in meer westelijke regionen voor zullen komen. En dan de laatste ruiter, de dood. Wauw. Is het niet gewoon te laat, vraagt Fox zich af. Waarom laten we niet los? Dat is dit moment. En terwijl hij in de sneeuw ligt, laat hij zijn camera los, die aan een drone bevestigd is en langzaam steeds hoger gaat. Hem steeds kleiner en onbeduidender maakt. Gewoon alles loslaten. Want het wordt niet beter, het wordt alleen maar erger. We gaan de kustlijnen verliezen, de kuststeden, de meeste van onze bossen, 30-50% van alle soorten. Dat is een hoop om afscheid van te nemen. Hoe begin je met rouwen? Vraagt Fox. Dit loslaten van de drone is een kantelpunt in deze documentaire die ons terugbrengt bij Walter Benjamin en zijn engel. Waar de engel overweldigd wordt door de grote vlucht voorwaarts en machteloos de toekomst ingeblazen wordt, weliswaar met de rug ernaartoe, wordt Fox overweldigd door alle informatie over de toekomst die nog komen gaat. Fox zou de toekomst willen veranderen. Maar het probleem is te groot en hij weet niet wat te doen. Hij is klein, hij is onbelangrijk.
als wij, denk ik. Zo voelen we ons vaak, zo voel ik me vaak. Een steeds kleiner wordende sneeuwengel. Hij heeft ook iets van een sneeuwengel, als hij dit zou doen in ieder geval. Ja. Zowel Benjamin als Fox zoeken een soort revolutionair potentieel. Een manier om het continuum, dat is de catastrofe, te doorbreken. En een ander heden en daarmee een andere toekomst mogelijk te maken. Het is een dooddoener dat de wereld wel zal doordragen wat wij er ook op uitspoken. Maar over wiens wereld hebben we het dan eigenlijk? En moeten we niet veel kleiner denken? Het is niet het einde der tijden dat voor de deur staat, maar veel met elkaar verbonden dieren, mensen en ecosystemen die op verdwijnen staan. Fox suggereert dan ook niet dat we de planeet moeten redden, maar onderzoekt hoe de specifieke mensen op specifieke plekken hun best doen om voor verandering te zorgen. Zijn oproep dus om de wereld los te laten is dan ook geen oproep om de boel te laten, omdat het toch al te laat is, maar wel een oproep om ons te richten op de wat minder abstracte gehele waar we deel van uitmaken. Die wereld is voort, ik moest dich dragen, dichtte Paul Celan ooit. De wereld is verdwenen, ik moet je dragen. Met het einde van de wereld hebben we de verantwoordelijkheid gekregen voor onze wereld, of onze werelden. In het vervolg van zijn documentaire onderzoekt Fox van ook wat klimaatverandering allemaal niet kapot kan krijgen. En volgt hij onder meer de eilandbewoners van Tuvalu. Ik zat te denken, had ik daar niet ook een slide van? Maar nee, die is er niet meer. Sorry. Dat zijn mensen die in kajaks bijvoorbeeld proberen, een groepje mannen in kajaks, die dan gaan proberen een olietanker tegen te houden. Het is natuurlijk, maar ze doen het wel. Ze zeggen, we're not drowning, we're fighting. En het lijkt me toch niet helemaal voor niks. Al lijkt het onvermijdelijk dat hun eiland door de zee zal worden verzwolgen. Tuvalu. Ander eiland. Dit eiland. Nauru. Net als Nauru ook een eiland, of Tuvalu, ook een eiland in de Stille Oceaan, waar men in de jaren 60 ontdekte dat het grotendeels uit fosfaat bestaat. Het eiland is honderdduizenden jaren lang als pitstop gebruikt door migrerende vogels. Dus hun poep bleef achter, verhardde en werd een rotsachtige massa. Dat zien we hier. Tot de waarde van deze versteende poep werd ontdekt, leefden de inwoners van het land en de vis, maar sindsdien is het snel gegaan. Het fosfaat werd geëxporteerd en de inwoners werden welvarend, maar ook afhankelijk van import. En inmiddels is het eiland op en blijven haar bewoners met lege handen achter, terwijl ondertussen de zeespiegel stijgt. Het gevaar komt niet langer alleen van buitenaf, maar ook van binnen, van binnenuit, maar ook van buitenaf. Schrijfster en activist Naomi Klein noemt dit eiland de belichaming van de suïcidale gevolgen van een economie en een manier van denken die gebaseerd is op ontginning en op vervuiling. Nauru, zo merkt ze op, is in ontwikkeling gebracht om te verdwijnen. En dat slaat niet alleen op het eiland zelf, maar ook op haar bewoners. Die een paar decennia lang in grote rijkdom hebben geleefd, maar nu met lege handen achterblijven. Niet alleen omdat hun leefgebied is uitgehold, maar ook omdat lokale kennis verloren is gegaan. Ze kunnen zich nog maar heel moeilijk redden zonder hulp van buitenaf. Hoe zijn we zo losgezongen geraakt van onze omgeving met zulke suïcidale gevolgen? Waarom zijn we de aarde op gaan vatten als een soort grondstoffendepot waar we naar believen uit kunnen putten? Volgens de Franse antropoloog Bruno Latour, daar is hij, moeten we weer leren aarde, opnieuw ons territorium leren kennen. Waar woon ik? Wat is mijn grond? Zijn grond of zijn terra is iets anders dan het bloed en bodem van de nationaalsocialisten. Het is ook niet het privébezit. Het is ook niet een soort onveranderlijke achtergrond waartegen onze levens zich afspelen. Want de grond beeft onder onze voeten. Niet alleen omdat het verandert door de manier waarop we de aarde bewonen, door klimatologische en ecologische veranderingen, maar ook omdat de grond steeds schaarser wordt en meerdere mensen er aanspraak maken op dezelfde grond. En laten we niet vergeten dat de grond die we bewonen niet langer de grond is die ons van in levensonderhoud voorziet. Onze spullen, ons eten, drinken, komt overal vandaan. Niet per se van de grond waarop we wonen. En het brengt, zo merkt hij op, ook een gevoel van thuisloosheid met zich mee. De moderne, kwamen ook al voorbij in jouw presentatie, zo merkt Latour ook op, begrepen hun fysieke omgeving als een soort vaststaande en onveranderlijke achtergrond, waartegen de geschiedenis en hun leven zich afspeelden. Maar die achtergrond die mengt zich dus nu in de strijd. En dit sluit aan bij, nou, dus haal nog even het beeld van natuur en cultuur en de stage erbij. En dan nu deze quote van Latour.
Vandaag zijn het decor, de coulissen, het achtertoneel, het hele gebouw, het toneel opgeklommen en betwisten ze de acteurs in hun hoofdrol. Dat verandert alle scripts, suggereert andere ontknopingen. Mensen zijn niet langer de enige acteurs, al krijgen ze nog steeds een rol toevertrouwd die veel te belangrijk voor hen is. Wij mensen zijn kortom niet de enige met handelingsvermogen. Maar goed, waar kunnen we landen? Vraagt Latour in zijn laatste boek. Die vraag is niet alleen een vraag naar hoe het toneel eruit ziet waarop onze levens zich afspelen of hoe het toneel dus in opstand komt, maar vraagt ook naar de definitie van het toneel zelf. In een lezing in Amsterdam vorige maand vertelde Latour een Tale of Seven Planets. Een sprookje, een verhaal van 7 planeten. Ik ga ze noemen. Hij vertelde over Global. Dat is de planeet van de moderne. Dat is de planeet waarop iedereen vooruit gaat, emancipeert en uiteindelijk deel heeft aan the American way of life of zoiets. Het is een universele planeet, maar ook een abstracte. Niemand hoort echt ergens thuis. En bovendien houdt deze planeet geen rekening met begrenzing. Want kan het allemaal wel? Kunnen we wel allemaal Americans worden? Dat doet planeet 2, dan weer wel. Dit is de planeet van de tipping points, van de planetary boundaries. Dan hebben we nog Planet Escape van Elon Musk en co. To Mars, to boldly go. We gaan gewoon een andere, we gaan het elders nog een keer proberen. Planet Identity van de nationalisten. Planet World van de beschavingsprojecten. Een beetje, ik denk al van de Europese beschavingsprojecten. Allemaal één wereld, blij. En tot slot nog 2. Dit zijn de belangrijkste, denk ik. Planet Contemporary, of in ieder geval daar wil hij ons graag hebben op die planeten. Contemporary, dat is de planeet van de mensen en de niet-mensen samen. Ik denk als we het in dat schema moeten plaatsen, zo 3, vak 3, zo in de hoek. Tot slot heb je dan Planet Terrestrial, waar we... En dan citeert hij een andere antropologe waar ik zo nog op kom, Anat Singh, leven in de ruïnes van het kapitalisme. Dus... echt aarde, maar dan ook in het niet prettige. Zeg maar, ook aarde hierin. Dit hoort er allemaal bij. Dit is allemaal op Terra te vinden. Dus laatstgenoemde planeet klinkt niet heel erg aantrekkelijk, maar biedt ons wel een oplossing voor het gevoel van thuisloosheid. Als we ons hier maar thuis leren voelen, dan komt het misschien wel goed. Slavoj Žižek zei dat ook, hè? Over een vuilnisbelt wandelend. This is where we should start feeling at home. Dus daar moeten we ons thuis voelen. Dat is niet makkelijk. Volgens schrijver Evan Calder Williams leven we in het tijdperk van de wrakstukken. Nou, daar zijn ze, die Age of Wreckage. De dingen waarvan we dachten dat we ze achter ons konden laten. Dus het afval, ook het kernafval, ook de CO2 die we dachten denken dan onder de grond te kunnen krijgen. Nu en dan is het weg. Die blijven hangen, die keren terug. Het is met die onwelgevallige resten dat we moeten zien te leven. Dus een andere wereld is nodig, maar die kan alleen maar opgebouwd worden uit de resten van de huidige wereld. Hij stelt een vorm van reddingswerk voor, salvage punk noemt hij het. En hij brengt in herinnering, ik vond het vrij morbide trouwens, dat je had ooit de British Salvation Army Corps, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog de slagvelden afging om te kijken wat er nog van waarde was aan materiaal. Dat moet heel vervelend werk zijn geweest. Maar goed, hij stelt voor dat wij dat op een bepaalde manier opnieuw gaan doen. Ook gaan doen. We moeten bergen, jutten, redden, dingen redden. Die uitgespuwd zijn door het late kapitalisme. Het is een anticapitalist, duidelijk. Daartegen het late kapitalisme. Er moet dus gered, al zal het ons geen echte redding, salvation brengen. Dus salvage en salvation zijn twee verschillende dingen. Salvage is trouwens ook een vorm van zorg voor het kleine en het concrete. En we moeten ons steeds afvragen, zegt hij, waarvoor we ons in willen zetten en wat we precies willen redden. En, zegt hij, laten we niet vergeten dat de wereld die we nu met mannenmacht proberen in de lucht te houden, niet altijd even fraai is. En zo merkt hij op, dit vind ik een hele mooie. What does it mean to fight for a world in which Christmas time, nou onze tijd nu, inspires dog grooming chains to bathe dogs in gingerbread scented shampoo? Nou ja, dat is niet iets om trots op te zijn, lijkt me. Daar kunnen we best buiten. Ik dacht in eerste instantie dat het boek van Anat Singh, toen had ik de cover denk ik nog niet gezien, over atoombommen zou gaan. De paddenstoel aan het einde van de wereld. De paddenstoel die een einde aan de wereld maakt. Een voor de hand liggende associatie dacht ik ook, maar ze doet er dus helemaal niks mee. Ze merkt er ook niks over op. Al, nou ja, het heeft me nooit losgelaten.
Aan de andere kant, het zou ook een te alomvattend verhaal zijn voor haar, want ze doet niet aan grote verhalen, ze houdt het klein. Volgens Ching komt het erop aan dat we leren leven, dus ik noemde haar net al, in de ruïnes van onze beschaving. En ook zij benadrukt dat we niet opnieuw op een soort redding moeten wachten, want dat is te groot. We moeten niet te groot denken. Dus in The Mushroom, The End of the World, schrijft ze dat we er niet omheen kunnen dat we onze leefomgeving aan het vernietigen zijn, maar dat er in de ruïnes van het kapitalisme, ook wel weer, dat ze definieert een soort one-size-fits-all verteringssysteem dat alles in zich opneemt, gelijk maakt door het in kapitaal uit te drukken en vervolgens weer uitspuwt, toch sporen, in dubbele betekenis in dit geval, want het gaat tenslotte om paddenstoelen, te vinden zijn die de kapitalistische logica trotseren. Het oogsten van de Matsutake paddenstoel, want die staat centraal, een specifieke paddenstoel, is het soort werk dat zich dan weer niet als reguliere arbeid laat omschrijven. Ook worden deze paddenstoelen nooit eigenlijk niet gekocht, maar ze worden gegeven, geschonken. Dat is ook niet heel erg kapitalistisch. Het ontdekken en ontwaden van deze paddenstoelen, maar ook van de praktijken in het spreekwoordelijke kreupelhout, daar zal het volgens Ching op aankomen, op een soort kunstend opmerken, die arts of noticing, een nieuwe manier van kijken. Dus we moeten niet zozeer vooruitkijken, we moeten om ons heen kijken. En deze kunst laat zich niet opschalen, zoals de kapitalistische logica dicteert. Klein dus. Hoe de wereld te dragen die we wel hebben. Hoe die opnieuw te zien, hoe daar zorg voor te dragen. Het gebeurt al, zo laat Fox ons in zijn documentaire zien. Want hij laat dus zien hoe de wereld al op allerlei manieren gedragen wordt. Van de ogenschijnlijk zinloze pogingen van de inwoners van Tuvalu om hun eiland voor de stijgende zee te behoeden. Tot de New Yorkers die in de nasleep van orkaan Katrina, was dat Katrina of Sandy? Nou, Sandy, ja, Sandy. Dat staat hier goed hoor. Samen proberen er het beste van te maken. Goed. Doe ik het zelf ook? Beetje. En ik? Ik draag al jaren een kapotte oorbel met me mee. Een stukje plastic dat onderdeel was van een set spulletjes die mij beloofde mijn dochter een prinses te maken. Oorbellen, ringen, diadeem, u kent het wel. Het kwam via de Global Supply Chain vanuit een Chinese fabriek naar een Intertoys in Amsterdam. En ging kapot toen mijn dochter het uit de verpakking haalde. Meteen. Ik bewaar het om me eraan te herinneren dat die oorbel onderdeel is van mijn wereld. Ik heb die oorbel naar me toe gehaald en nu draag ik de wereld die daarbij komt kijken. Dank u wel. Heel mooi. Dank u wel. Katastrofilie. Ja, dat heb ik eraan. Ik heb een heleboel nieuwe woorden aan mijn woordenschat toegevoegd. En dat is een lekker woord, toch? Ja, ik moet hem nog even leren uitspreken. Ja. Ik vond hem wel mooi. En ook mooie beelden. Niet alles wat vervalt, wordt ook meteen lelijk. Dat prachtige beeld van die man die in die sneeuw ligt is indrukwekkend mooi. En zo vond ik dat ook bij die Burtinsky-foto's die we aan het begin zagen. Prachtige foto's van de meest verschrikkelijke dingen. Ja. Het is niet allemaal lelijk als het vervalt. Nee, er wordt wel gezegd dat die esthetisering van al die rampen, al die verschrikkelijke dingen, dat we daar een beetje mee uit moeten kijken. Dus specifiek inderdaad die beelden van Burtinsky. Maar ja, je moet het misschien niet overdrijven. Laat ik het zo zeggen, als ik naar die beelden kijk, word ik vaak... Ja, bij Burtinsky word ik dan niet zo verdrietig. Misschien is het toch ook wel belangrijk dat we soms naar dat soort beelden kijken en dat we dan wel een beetje dat verlies voelen. Ik had het zelf toen ik... daar schijnt hij trouwens ook heel esthetische beelden van gemaakt te hebben, van de teerzandvelden van Alberta, Canada. En ik ben daar afgelopen jaar overheen gevlogen. Mijn Canadese tak ging ik opzoeken, Canadese familie voor het eerst. Misschien ook wel mijn laatste vliegreis, heb ik daarna gezegd, onder meer door wat ik zag vanuit het vliegtuig. Want we kwamen over de Noordpool, prachtig wit, nu nog. En toen zo die teerzandvelden. En dat was gewoon bijna een uur lang. En dat is helemaal niet mooi. Gewoon, ja, kapot gemaakt landschap. Ja. En daar werd ik vooral heel verdrietig van. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dat je niet alleen maar naar beelden kijkt en denkt, oh, het heeft ook wel iets esthetisch, iets moois. Nee, dat moeten we zeker niet alleen doen. Wat mij ook opviel, is dat ik eigenlijk in de afgelopen 30 jaar niet zo vaak kapitalisme heb gehoord als in jouw toespraak. Ja, ja. En in negatieve zin natuurlijk. Ja. Dan ook.
Is dat nou echt de schuld van alles? Ik weet het nog steeds niet. In die zin dat het kapitalisme, dat is antropoceen, wordt vaak gebruikt als een soort stok om mee te slaan. Hè? Dus om onszelf mee te geeselen van, oh, wij antropos. Het ligt er een beetje aan hoe je het begrip invult en dan ga je ermee slaan. En dat geldt natuurlijk ook voor het kapitalisme. En bovendien is er vaak de neiging om het inderdaad als een soort, ik weet het niet, heel erg los van onszelf, als een soort natuurkracht. Zien we het dan? Of niet? Ja, natuurkracht is een beetje gek woord. Maar in ieder geval, we veruitwendigen het. Terwijl het denk ik heel erg belangrijk. Nou ja, hoe is het met je eigen inner capitalist, zeg maar? Dus ook die van de oorbel. De consument, ja. Dat is de innerlijke capitalist. Daar begon ik in de 70 jaren, zal ik maar zeggen, met uitkomen van nieuwe rapporten over het klimaat. Ja. Toen dachten we allemaal van, het is de consumptie. En nu is het opeens het kapitalisme. Ja, ik weet niet. Ja, dan is het dan misschien maar welk woord je eraan plakt. Okay. Ik zou vooral zeggen, die Greta, ik ben haar achternaam kwijt, dat Thunberg, die zegt ook tegen de wereldleiders, jullie zijn eigenlijk gewoon kinderachtig. Of in ieder geval, jullie zijn niet volwassen genoeg. Ik heb het idee dat God in de jaren 70, en dat geldt nu nog steeds je verlangen najagen en inderdaad toch dom zijn en dat soort dingen kopen, al is het dan niet voor jezelf, maar voor je dochter, dat heeft iets heel kinderachtigs. Wisten we niet in de jaren 70 al beter, weten we niet nu ook beter, moeten we niet proberen ons volwassen te gedragen. En het is vooral zo dat we nu in een bepaald systeem functioneren, dat je kapitalistisch zou kunnen noemen, wat jou steeds uitnodigt om vooral je kinderachtig te gedragen en niet al te veel na te denken. Nou ben ik zelf ooit politicus geweest, lang geleden, maar ik denk dat het toch ook een rol moet zijn voor politiek. Als ik nou naar jouw verhaal luister, dan denk ik Latour. Latour die bedrijft een soort politieke natuurkunde. Hè? Hij ontbindt de krachten in vectoren, ja. En dan gaat hij ze weer opnieuw bij elkaar voegen en dan krijg je een nieuw moderniseringsfront, wat wel de goede kant op gaat. Prachtig, maar ik weet het niet of dat ooit kan gebeuren. Maar zit jij zelf ook in die rechterbovenhoek van Latour? Minder mens, meer aarde? Nou, ik denk toch dat ik ook daar beneden zit in vakje 4 meer. Vakje 4. Vakje 4. Nou ja, misschien een beetje. Wordt een beetje vol daar. Ja, dus dan zit in ieder geval, hè, want 90% zat aan deze kant. Nee. Ik denk dat er best wel veel mensen hier in de zaal zitten. Ik denk eigenlijk bijna iedereen zit aan die kant, maar goed. Omdat kijk, je over de dingen, de dieren als medebewoners van de aarde. Dat doet Latour allemaal. Ik zou hem in op die andere plaats zetten. En duidelijk zegt hij, trek de mens maar weer terug tussen de dieren. De andere aardbewoners. Ja. Nou ja, in die zin dat die bijzondere positie die de antropos zichzelf heeft verworven. Hè, dus de antropos staat dan ergens zo bovenaan. Dat een toontje lager zingen wel zinnig zou zijn. Maar vooral ook. Maar wat ik belangrijk vind aan het laatste vakje is, we oefenen namelijk wel degelijk inderdaad enorm veel invloed uit. Maar niet ieder voor zich, maar als groep. En hoe dat te denken, dat is het ingewikkelde. En ik heb daar bij Latour ook nog niet echt handvatten voor gevonden. Dus die dingen die op individueel niveau vrij betekenisloos zijn, zijn op het niveau van de soort, waar Timothy Morton het ook over heeft, doet dat heel veel. En hoe daarmee om te gaan. Dat lijkt me nou toch een politieke kwestie, maar daarvoor is het vooral van belang dat je inderdaad niet je rol onderschat. Dat je niet onderschat hoe enorm veel invloed de mens heeft. En dat we erachter moeten proberen te komen hoe dat werkt. En hoe. Nou ja, we hebben een enorm collectief handelingsprobleem, wil ik maar zeggen. Dat weten we nu ook met die proberen daarmee om te gaan met in Nederland met het klimaatakkoord en daarbuiten met het Parijsakkoord en zo. We komen hier in de derde lezing op terug. Ja. We gaan even de zaal in. Jos, jij wel? Ja, ik hou hem vast. Oh, dat is prima. Dat deed ik toch niet. Lisa, die kwadranten vind ik buitengewoon interessant. En ik vind het interessant omdat we onszelf plaatsen in die kwadranten. Maar ik denk dat we ons op verschillende manieren moeten plaatsen in die kwadranten. Waar zitten we werkelijk? En waar zouden we willen zitten? Zouden we dat niet op die manier moeten kunnen doen? Ja.
Je wil graag in 3 of 4 zitten, maar in hoeverre handel je daar dan ook naar? Dat is natuurlijk het hele eiereneten. Kan je daar naar handelen? Dat is een goede vraag. Ik denk het wel. Nou, maar dat vind ik een interessante. Dus als je je identificeert met een ecopragmatist, was het denk ik, gedraag je je dan ook op als een ecopragmatist? Of gedraag je je misschien als een ecomodernist? En wat betekent dat dan? Ja. Wacht even. Dirk, wacht even. Met microfoon. En hoe ziet de route van het ene vakje naar het andere er nou precies uit? Wat moet je daarvoor doen? En wie zijn je medestanders, waar is er rugwind en waar is er frictie te verwachten? Ja, want dat vind ik ook wel heel erg belangrijk aan wat Latour doet, met name denk ik met een oog in oog met Gaia, is op een bepaalde manier vriend-vijand denken terugbrengen, is misschien wat scherp gezegd, maar waar ga je voor vechten dan? Hè? Of wie zijn je kompanen en tegen wie vecht je? En dat je maar duidelijk hebt, jij doet iets waar ik het niet mee eens ben en ik ga tegen je vechten. Dus dan trek je het uit dat ze relatief, maar ook ik weet het niet of ik kan niet handelen. Nee, dus ik sta hier, maar dan heb je het over positiepaling, jij staat daar en nu ga ik iets proberen te doen. Ja, dat vind ik wel prettig, eerlijk gezegd. Nee? Oké, gaan we even door. Ik hoor zo vaak als ik vlees eet van, jij bent toch vegetariër? Maar ik ben de vegetariër, niet de ander die tegen mij zegt dat ik vegetariër moet zijn. Ik moet naar mezelf kijken, niet naar die ander. Ja. Ja, maar ik zit nu te denken, ik moet denken aan een column van Tim Fransen over die hier vaak mee te maken kreeg als vegetariër. En die zei, wat is dat toch? Dat we niet om kunnen gaan met hypocrisie. En dat we dan altijd maar een ander die probeert het beste te doen of het goede te doen, volgens hem of haar. En die daar net niet helemaal in slaagt, waarom willen we die nou altijd naar beneden halen? Bedoel je dat we ook een beetje mild voor onszelf moeten zijn? Of dat wij uiteindelijk... Oké, okay. Ja. Nou, dat vind ik een mooie. Dat vind ik in het algemeen een heel goede eigenschap. Ja. Wie nog? Laatste vraag of opmerking? Ja, ik kom die kant op. Mag ik even langs? Ik hou hem vast. Wordt de huidige relatie tussen mens en natuur niet in hoge mate bepaald door het feit dat inmiddels 80% in steden woont? We ervaren ook eigenlijk volgens mij helemaal geen natuur meer door het wonen in de stad. Dus dat is een vraag aan haar. Ja. Ik moet zeggen dat ik zelf inderdaad die tegenstelling tussen... het natuurlijke en het cultuurlijke, dus het idee dat het probleem is dat we vervreemd zijn geraakt van de natuur, daar zit vaak ook een idealiserende of romantiserende tendens in, die denk ik heel problematisch is. Dus dan wil je inderdaad weer terug de natuur. En dat kunnen we. Er is geen terug. Ik zie nu ook het beeld weer van het vaasje. Wat naar beneden, je kan daar niet naar terug. Wat je wel kan doen, en ik denk dat wat Anna Tsing ook benadrukt, de kunst van het opmerken zit. Dus het gaat om zorg, opmerken, een soort verbondenheid met je omgeving. Maar dat hoeft niet per se met bomen te zijn. Dat kan ook met kapotte oorbelletjes zijn, bij wijze van spreken. Dus zorg dragen voor je omgeving en aandacht hebben voor je omgeving. Dat kan ook met onwelgevallige dingen zijn. Niet alleen maar met bomen en planten en dieren. Het idee is dat we daar een soort... aangeboren liefde voor hebben en dat het goed is. Biophilia noemt een bioloog, Edward Wilson, dat. Ik zou dan zeggen, laten we hem doortrekken. Laten we trashophiles worden. Dus de liefde voor afval ook. Gewoon alles. Dus niet alleen maar dat wat we ook kunnen idealiseren en op een voetstuk plaatsen. Als iets uit het verleden wat we dan zijn kwijtgeraakt. En katastrofiel. Hier was nog een vraag. Ja, ga je gang. Ja, ik vroeg me af. Als jullie vinden dat de mens nu zo'n grote invloed heeft dat het antropocene juist de benaming is en we worden ons ook steeds bewuster van onze invloed, waarom zijn jullie dan zo pessimistisch over dat we er ook iets aan kunnen doen? Komt dat door dat jullie denken dat we niet in staat zijn tot samenwerking met z'n allen of door gebrek aan technologie of door instelling die we hebben?
Nou ja, die geologische kracht waar het over gaat. Heel goed. Ja, want, maar die enorme invloed die we hebben, dat is een per ongelukkige invloed. We wilden helemaal niet de aarde opwarmen. We wilden helemaal niet van alles vervuilen. Dus die enorme macht waar het hier over gaat, die macht die ook onderaan staat in dat vakje. Dus de machtige mens, dat is niet zozeer de mens die alles onder controle heeft. Dat is de mens die alles onder controle probeert te krijgen. Maar dat lukt niet. En per ongeluk oefent hij heel erg veel invloed uit. Maar dat is dus niet de macht van dingen oplossen met de techniek en samenwerken. En het lukt ons wel. Dat is de macht meer van, ouch, fuck, ik heb van alles kapot gemaakt. Of ja, dus ik oefen invloed uit, maar dat was niet de bedoeling. Het is een ander soort macht. Zodra je er bewust van wordt, is het niet echt meer per ongeluk uit die invloed uitoefenen. Dat kun je heel goed zeggen, dat we nu weten wat we aan het doen zijn. En dat het dus nu niet meer per ongeluk is. Maar nu heb je dan dat de mens dus blijkbaar als groep, of groepen mensen, blijken niet in staat te zijn om adequaat te handelen. En dan met de kennis die ze hebben, dingen te veranderen. Dat blijkt verschrikkelijk ingewikkeld. Wij komen hierop terug natuurlijk, hè? Wij komen hierop terug. We gaan de volgende keer gaan we de risico's nog even dieper in. Aan de hand van de verhalen van Henk Ovink, Ingrid Boas en Jelle Reumer. En dan komt de hamvraag van Vladimir Ilja Niet-Lenin aan de orde. Wat te doen? En dat is de derde sessie. En de vierde sessie gaan we dan de cultuur in. Hoe verbeelden we dat? Hoe verwerken we dit? En dan hopen we dat we daarmee een heel stuk verder zijn gekomen. Ik vond het een hele mooie avond. U allemaal bedankt voor uw inbreng en aanwezigheid. Ik hoop dat u het ook een fijne avond heeft gehad. Lisa bedankt. Andere sprekers ook. Er is alle gelegenheid om hierover door te praten beneden in de bar. En dat wordt ook zeer op prijs gesteld. Ik hoop u ook daar allemaal weer te zien. En tot de volgende keer.